Dag, mijn lieve soul searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve vissen. Voor de maand september 2022. Het is een algemene reading, dus neem het voor je past en laat er eens liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld van je maan, jouw Venus, of zowel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Mijn witte boeken voor privé readings vanaf september. Dus alle informatie vind je in de beschrijving van deze video. Of kijk direct op mijn website www.soulsearch.be. Wauw. We gaan samen iets creëren. Mijn lieve vissen. Eindelijk rechtvaardigheid. Ik heb iets dat waanzinnig mooi is. Het lot. Iets dat in de sterren geschreven staat. Hoopvol naar de toekomst. Geloven in. Nee, dat is een Franse uitdrukking. Geloven in dat het universum het juiste voor jou, met jou voor heeft. Dus ja, iets wat in de sterren geschreven staat. Waterman energie voor mij met de ster. Maar ja, het lot, nummer 17. Ik heb volgens het boekje, nou ik wou eigenlijk deze eerst, nummer 22 en 11. Oké. Okay. Gezegend. Je wordt gedragen door het universum, een bepaalde kant op geduwd. Geduwd, heel liefdevol moet ik zeggen. Heel rustig. Deze kant moet je op. Je bent aan het ontpoppen, aan het ontwikkelen. De juiste kant op. Oké. Okay. En volgens het boekje, nummer 11. Dus ja, qua cijfers, mooie synchroniciteiten. Volgens het boekje is de dingen volgens het boekje doen. Zoals de maatschappij het verwacht. De regeltjes volgend. Het kan spreken over contracten. De volgende stap binnen een relatie. Iets dat stabiel. En dan is het eerst trouwen, dan kinderen. Hè? Of eerst samenwonen en dan trouwen. De dingen volgens het boekje doen. Maar je bent gezegend en het staat in de sterren geschreven. We gaan het zien. Wat is de energie voor mijn lieve vissen? September 2022. Wat is de energie? Waar staan ze? September. Dan hebben we een volle maan in vissen. De 10 september. Dus dat kan voor jullie extra voelbaar zijn. Intens, emotioneel. Oeh, nice. De 8 van zwaarden. We komen hier uit een gevoel van vastzitten. Hulpeloos, hopeloosheid. Actie, bevrijding. Dus we hebben een tijd vastgezeten. Het even ja, alleen maar in beren op de weg denkende. Ik kan het niet, ik wil het niet. Het is niet het juiste moment. Ik zie het niet, ik voel het niet. Vastzitten. Het mooie is, dat zijn, het is niet zozeer dat je vastzit, als wel dat je denkt in gebrek, in tekortkomingen, in problemen, in plaats van in oplossingen, mogelijkheden en hoop. Dus hier ben je hier wel eruit aan het komen. Je bevrijdt jezelf van negatieve gedachten, beperkende gedachten. En daardoor volgt actie. Oké, okay, dat is een uitdaging. De goddelijke timing, het is toch niet te doen. En de 5 van kelken. Oké. Okay. Een verandering van perspectief. Met de 5 van kelken kijk je eigenlijk naar hetgene wat er niet is, niet meer is. Verdriet kan spreken over een rouwende energie. Hier komen we wel uit het rouwende, uit het ja, negatieve. Door de focus te verleggen, veranderen, naar de positieve dingen. Kijken naar wat er wel is. Wat er, als er iets is geweest dat weg is gevallen, geeft dat wel weer ruimte voor mogelijkheden, nieuwe dingen. In deze, ja, in de gewone Rider-Waite is het, je hebt dan een rouwende energie over 3 kelken die triest, verdrietig zijn. Achter jou staan 2 hele mooie kelken. Partnerschap, verliefdheid, verliefd zijn, mogelijkheden, opportuniteiten. Maar dus de verandering van focus en de goddelijke timing met het Rad van Fortuin. Kan spreken over een terugkerend probleem waar je verdrietig over bent. Een uitstel. Of slechte timing. Het is nog niet het juiste moment om van focus te veranderen. Heel kort. Wat is het advies? De 2 van... allemaal 2. Nog meer, 22. De 2 van pentakels ondersteboven. Dus hier proberen we inderdaad heel veel balletjes in de lucht te houden, te goochelen, een balans te vinden.
te multitasken. Maar om je balans te vinden, moet je één balletje loslaten. Eén ding dat jou niet meer dient, dat verveling met zich meebrengt met de vier van kelken. Hier ben je ook weer aan het kijken naar wat er allemaal niet is. En is dit het nu? Is dit mijn leven? Is dit mijn carrière? Is dit mijn liefdesleven? Ik heb best wel wat emoties hier. Maar op het moment dat je alleen maar blijft staren naar wat er niet is, zie je niet wat er wel is om je heen. Want op dat moment komt er een kelkje vol met liefde, een positief bericht, een aanbieding, een cadeautje van het universum. Maar dan moet je wel op letten, dan moet je wel voor openstaan, dan moet je wel om je heen kijken. De vier van kelken, zeker hier ondersteboven, dit is inderdaad ook wel vasthouden aan iets dat verveling of geen succes met zich meebrengt. En hier heb ik het gevoel, dan moet iets losgelaten worden. Iets waar je veel energie in steekt. En met de twee van staven, je horizon verbreden. Hier keer je je rug toe naar hetgene wat je kent, wat je hebt gedaan en hebt opgebouwd. En wat precies niet helemaal is uitgepakt zoals je had gehoopt. En voel goede moed en hoop. Manifesteer je hier nieuwe dingen. Spreid je je vleugels. Oké, maar dat is aan de uitkomst. Als mijn lieve vissen, dan zijn vleugels spreid. De vier van zwaarden. Rust. Innerlijke rust, mentale rust. Heling. Hier trek je je terug om te helen, om tot rust te komen. Vakantie. Ik krijg hier inderdaad een beetje eindelijk rust. Okay. Onderop heb ik de kruinchakra. De zevende chakra spreekt over spiritualiteit, connectie met het hogere. Heel veel wijsheid, heel veel innerlijke wijsheid. Maar ondersteboven wordt die niet per definitie, wordt daar niet naar geluisterd, naar die wijsheid. Je doet het, je hebt heel veel kennis en wijsheid, maar of we daar iets mee doen, is een twee. We gaan het zien. Verklaar de actie en bevrijding met de acht van zwaarden voor mijn lieve vissen in september 2022. Waar bevrijden ze zich van? Oké, het is een moedige stap. Kostje. Moed, kracht, doorzettingsvermogen, lef en vergeving. Om je te bevrijden, oké, ik heb de acht van staven, nog meer achten. Het zijn drie achten hier, de infinity sign. Wat ik zeg met synchroniciteit, ik weet niet, ben jij iemand die met spiritualiteit en dergelijke bezig bent? Als dat het geval is, kijk naar herhaalde cijfers, 11, 11, 22, 22, 8, 8, 8, 2, 2, nog een keer. Want het zijn vaak tekenen van het universum, van jouw gidsen, die jou iets proberen duidelijk te maken of een bevestiging te geven. Je zit op het goede pad. Of... Dus let op synchroniciteit hier. Oké. Dus met de acht van staven spreekt dat inderdaad over communicatie. Ergens willen we volgens vooruit, maar dit is even pas op de plaats. Stop, pas op de plaats of stress. Stilstaan en toch actie. En met de drie van zwaarden kan wel spreken over een breuk, verdriet, pijn. Hij komt hier ondersteboven. Dus ook hier is het inderdaad een soort van vertraging. Alsof je het helder hebt, maar dan is er nog even pas op de plaats. Omdat het je moed kost om iets te doen. Want er is wel stress. Je wilt je bevrijden van iets. Het creëert wat stress. Om iets te beëindigen. Drie van zwaarden ondersteboven spreekt voor mij wel over heel veel heling. Verheling van een gebroken hart. Heling, vergeving. Communiceren daarover. Waardoor we uit het gevoel van hopeloosheid komen. Oké. Wat is de uitdaging? De uitdaging voor mijn lieve vissen. Gerechtigheid, weegschaal, energie. Een beslissing nemen dat in akkoord is tussen je hoofd en je hart. Maar hier, of dit is een beslissing nemen dat het juiste is voor jou. Ongeacht wat de rest van de wereld ervan vindt.
zonder de mening en invloed van anderen erbij te betrekken. Gewoon koppig en eigenwijs. Dit is wat ik wil en wat juist is voor mij. Of dan wel iets dat onrechtvaardig voelt. Onrechtvaardig voelt, wat triestig is, maar als je verandert van focus, heb ik dan weer positieve dingen. Ik heb de reden van Kelken. Viskree Scorpio Energie. Dit is een boodschap van goed nieuws, een liefdevolle boodschap, een verontschuldiging. Dus er is hier iets onrechtvaardigs, wat heeft iemand een nieuw inzicht of gaat het hebben met geduld en tijd, want de tijd is nog niet nu. Het wordt een beetje uitgesteld hier. Om te communiceren, ja, ik heb nog een ridder, de ridder van pentakels. Stier maar steenbok energie. Dit is dan weer een beetje een... dit is normaal inderdaad volgens het boekje. Langzaam maar zeker de stappen zetten om een stabiele basis op te bouwen. Hier is deze een beetje, niet langzaam, vooral roekeloos. Onpraktisch, koppig, eigenzinnig. Dus ik heb een eigenzinnig persoon. Dat hier of dan wel zijn verontschuldigingen aanbiedt, of dan wel zijn hart volgt. Zijn of haar. En de zeven van pentakels. Analyseer het. Wat wil ik nu wel? Wat wil ik niet meer? Wat dient mij? Waar wil ik mijn energie nog in steken? Er is hier iets dat... je hebt energie ergens in gestoken. Je hebt daar aandacht aan gegeven. Maar het werkt niet. Het loopt niet zoals je wilt. Dus we zetten een stap achteruit. Oké, maar wat is hier eigenlijk gebeurd? Waarom loopt het niet? Wat wil ik eigenlijk? Hoe kan ik het wel doen, vooruitgaan? Dus een analyserende energie, afwachtende energie. Afwachtende. Er is hier iemand die zijn focus gaat veranderen. Vanuit iets dat onrechtvaardig voelde, om daar een verontschuldiging voor te geven. Ben jij dit? Van inderdaad iets dat was, verander je je focus met geduld en tijd. Volg je je hart. Neemt een beslissing dat eigenzinnig is. Na een tijdje wat analyseren. Maar dat is de uitdaging om dat te doen. Want de goddelijke timing is nog niet. En wat is dan het advies? Manifesteer nieuwe dingen. Laat iets los. Dat kan financiële gevolgen met zich meebrengen. Bepaalde stabiliteit. De wereld. Ja, laat iets los. Net. Ja, oké, deze moet ik pakken dus. Ik hou deze wel in gedachten, maar dit zijn dezelfde kaarten namelijk. Ik heb hier nog een keer de twee van pentakels ondersteboven. Nog een keer de vier van kelken ondersteboven. Er is een nieuwe aanpak. En de wereld. Reizen. Van staanplaats veranderen. Met de wereld. Een wereldreis maken. Je bent je horizon aan het verbreden. Er is hier iets dat... De wereld, dit is afgerond. Je bent uitgegroeid, uitgeleerd uit een bepaalde situatie. Er is hier iets dat afgerond is. En dat je dus daarmee achter je kunt laten. Iets dat jou emotioneel wel aangegrepen heeft... Iets dat jou emotioneel wel iets heeft aangedaan. Je verwacht heeft. En met de vijf van staven. Tja, wat ik zeg. Dat zou kunnen spreken over niet iedereen is het ermee eens. En toch hier vind je rust door een andere aanpak. Er is hier geen concurrentiestrijd. Er is hier geen... omdat je een nieuwe aanpak creëert en daardoor een nieuwe wereld voor je opent. Creëert en een nieuwe wereld er voor je open gaat. Door een nieuwe aanpak. Dus laat iets los dat emotioneel verveling met zich meebrengt. Of waar je vast aan hebt gehouden zonder succes. Spreid je vleugels. Beëindig hier iets. Creëer een nieuwe aanpak. En wat is dan de uitkomst? Dan hebben we mentale rust. Fysieke rust.
deze, de vier van het zwaarden spreekt voor mij ook echt, ja, terugtrekken, hele vakantie, rust nemen. Tja. De koning van pentakels en de negen van pentakels ondersteboven. Ik heb hier weer een koppig en bezitterig persoon. Bezitterig financieel op zijn minst. Heel erg op zijn cent. En met de negen van pentakels, omdat het financieel wat onzeker is. En de macht en het energie. Ik heb hier absoluut iemand die zich terugtrekt. Het lichtje naar binnen schijnt, heelt, afstand neemt. Geen communicatie. Omdat iets dat niet in balans is, zodat je weer terug in je kracht kunt komen te staan. Dus tijd om te rusten in september, je terug te trekken. Weg van bezitterige koppige mens. De koning van pentakels is iemand die heel hard werkt. Maar zo dusdanig hard werkt dat hij daar alleen maar mee bezig is. Financieel bezig is om, ja, een beetje te ambitieus. De negen van pentakels, goh. Financiële of dan wel emotionele onzekerheid. Ja, financiële onzekerheid is er wel en toch heb ik wel rust. Ik kan ook inderdaad het gevoel hebben alleen te zijn, terwijl dat je wel omringd bent. Maar daar trek je je van terug. De hermiet is fijn alleen. Die vindt het helemaal prima alleen. Terwijl de negen van pentakels voelt eenzaam. Dus voor mijn gevoel trek je je terug van iets waar je je eenzaam bij voelde. Er is heel veel heling. Je neemt tijd om de antwoorden binnenin jou te zoeken. Okay. Wat is de boodschap van het universum? De zes van kelken. Kinderen of kindertijd? Ik kan spreken over kinderen. Iets dat onrechtvaardig is geweest voor jouw gevoel. Hier heb ik een verandering van focus, maar op goddelijke timing. Het kan zijn dat jij nadenkt over het geleden, over jouw kindertijd. De terugkeer van mensen of liefdesrelaties uit het verleden. Gebeurtenissen anders herinneren, positiever dan negatiever dan ze feitelijk waren. Verander je focus. Dan gaan we niet door. Wat is nog de boodschap van het universum voor mijn lieve vissen? De acht van kelken, heel veel kelken. Het verlangen naar een meer betekenisvol leven. Besef het dat het tijd is om door te gaan. Ervoor kiezen grote veranderingen in je leven door te voeren. Ja. Er is hier een cyclus afgerond. Het is tijd om je horizon te verbreden, te manifesteren, plannen te maken naar de toekomst toe. Andere kant op. Weet dat je gezegend bent. En de geliefde. Ware liefde voor altijd. Beslissingen die vanuit het hart genomen worden. Terugkeer naar een goede gezondheid. Voor sommigen is dit inderdaad, ik kreeg dat dan een beetje van, er is hier heel veel stress. Behoefte aan stop, pauze, pas op de plaats. Voor sommigen is dit inderdaad je even terugtrekken. En een soort van, om de burn-out voor te zijn. Tijd voor jezelf te nemen. Terugkeer naar goede gezondheid. Oké. Dat is de boodschap voor mijn lieve vissen van de Moonology. Balanceer spiritualiteit en praktische zaken. Wat ik zeg voor de spirituele vissen onder ons, onder jullie. Probeer ook tijd te nemen voor jezelf, je terug te trekken, meditatie, retreat te doen, om te helen, om antwoorden binnenin jou te vinden. Je houdt hier heel veel balletjes in de lucht. Balans zoeken is hier wel degelijk een belangrijk iets de komende maand. De volle maan in vissen, dat is 10 september. Dus 10 september is wel degelijk een belangrijke volle maan voor jou. Logisch, het is jouw volle maan. Dus er komen heel veel dingen boven water. Drijven die aangekeken mogen worden. Oké.
En conclusies zijn binnen handbereik. We zijn hier inderdaad iets aan het afronden. Het is bijna zover. Dat is de laatste boodschap voor mijn lieve vissen over september 2024. Bescherming. Kom terug in je kracht, verbreek de banden en hervind jouw ziel. Bescherming. Ook hier bescherming. Grenzen stellen? Ja. Jezelf beschermen? Ja. Dat zijn dus twee. Verbreek de banden met dingen die jou te veel energie kosten, die jou uit balans halen. Die verveling met zich meebrengen, die jou niet emotioneel vervullen. Kom terug in je kracht. Neem tijd voor jezelf. Doe de dingen wat juist zijn voor jou. En niet per definitie uit trouw en loyaliteit voor de rest van de wereld. Nee, voor jezelf kiezen. Kies voor jezelf. Je bent beschermd. Innerlijke tempel, mij, toewijding, luister naar wat je van binnen voelt. Zijn hier inderdaad heel veel spirituele visjes. Toewijding, maak een tempel binnenin jou. In je huis, een altaar. Waar vind je innerlijke rust terug? Luister naar wat je van binnen voelt. Luister naar je intuïtie. Een dubbele missie. De Pleiade. De mensen leiden en verheffen. Voor de spirituele vissen heb je een dubbele missie. Ben je hier om het voorbeeld te geven. Maar ook tegelijkertijd om hun te helpen. Te doen groeien. Oké. Weet dat je beschermd wordt. Gezegend bent. Staat in de sterren geschreven. Wees een leermeester voor anderen. Want door het lichtje zelf naar binnen te schijnen, kun je het daarna ook doen voor andere mensen die onzekerheden hebben. En, kun je hun weg laten zien. De weg naar binnen. Mijn lieve vissen, ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een nieuwe balans. Heel veel innerlijke wijsheid. Voor de komende maand toe. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.